Het is nu nog rustig bij het Groot Hoofd, maar in augustus wil het artistieke evenement Kunsthoofd daar verandering in brengen. Het doorgaan daarvan is alleen nog niet zeker, want door alle wisselende coronamaatregelen bevindt de organisatie zich in een moeilijke positie. Het evenement is altijd hier natuurlijk en mensen lopen allemaal lekker door, maar dat kan op dat moment dan niet, zeg maar. Dus eigenlijk moet de boel afgezet worden en moet iedereen getest worden of laten zien dat die gevaccineerd is. Omdat het echt als evenement wordt gezien. Het is ook echt een evenement natuurlijk, want er komen best heel veel mensen. Er zijn dagen geweest dat hier wel 2000 mensen kwamen, zeg maar. En dan heb je natuurlijk ook te maken met de horeca hier. Die zijn eigenlijk al een stapje verder. Die mogen alweer mensen ontvangen. Maar als de boel afgezet moet worden en iedereen moet een pasje hebben, dan wordt het voor de horeca natuurlijk ook moeilijk. En het is niet leuk, want we organiseren het eigenlijk met elkaar. Zeg maar. Dus dat, ja, daar moeten we even op wachten van wat kan wel en wat kan niet. Kan het ook op een andere manier worden georganiseerd? Nee, dat denk ik niet. Nee, het heeft het karakter van dit evenement is gewoon lekker dit, het vrije, het water en het terras en muziek. En iedereen lekker vrolijk op zondagmiddag een beetje rondlopen en een beetje kuieren. Dus dat kan niet op een andere manier. Er is al gesuggereerd, doe het aan de overkant of doe het daar, maar dat kan natuurlijk. Ja, het moet echt op deze locatie? Ja. Ja, dat hoor je met het Voorstraat Noord Festival ook. Vragen ze, moet dat niet ergens anders? Nee, het is het Voorstraat Noord Festival. Weet je wel, en dit is Kunsthoofd, dat hoort op het Groot Hoofd. Het lange wachten zorgt ervoor dat de organisatie nog geen vergunning heeft aangevraagd. En dat kan pas op het moment dat we groen licht hebben van het kan weer doorgaan. En dat duurt er nog 6 weken voordat dat is afgehandeld. Ja, en dan moet er gewoon even ijzer met handen gebroken worden, weet je wel. Dan kijken of er mogelijkheden zijn gewoon. De organisatie hoopt binnen een week op meer duidelijkheid waar het evenement aan moet voldoen en hakt daarna de knoop door of Kunsthoofd 2021 doorgaat.